Yes? Zie je dat toch? Zeker, ze staat erop, dus je kunt babbelen. Oké. Goedenavond iedereen, of goedenamiddag. We gaan al een beetje voor jullie iets bereiden. Wat staat er op de menu? Wacht, hè. Stoofvlees met zoete aardappelfrietjes. Ik wil al even zeggen dat het lactose- en glutenvrij is wat we gaan maken. Dus dat is ook altijd super lekker en meegenomen. Wat hebben we daarvoor nodig? Een 800 gram rundstoofvlees. Twee uitjes. Check. Oei, schatteke. Twee uitjes. Heb ik al wel gesneden. 250 ml warm water. Drie teentjes knoflook. Dus die moet ik er nog bij nemen. Een beetje witte wijnazijn, maar als alternatief mag ook ciderappelazijn zijn, dus die heb ik wel in huis. Drie laurierblaadjes, vijf theelepeltjes kaneel, drie theelepels paprikapoeder. We hebben nootmuskaat, kruidnagels nodig, peper, zout en een beetje olijfolie. En natuurlijk onze zoete aardappel, maar dat gaan we straks erbij maken. Omdat deze vlees, we willen gewoon al de bereidingen, benodigdheden een beetje opnoemen. En we gaan dat samen al een beetje prepareren, voorbereiden. En dan gaan we straks wel een fotootje posten in de groep. Ik zou zeggen, probeer het een keer en laat het ons weten. Wij gaan eraan beginnen. Ja, maar heb je een pot nodig en een pan ook? Of? Wel, ik ga een beetje door. Dat is er niet gezegd, hè? Door. Ja, maar dat staat er ook niet bij, hè. Dus gewoon de uitjes en de knoflook een beetje aanstoven. Gewoon in een pot. Alles in een pot. Alles in de pot. Pas op aan het afvuren, want die pan staat op, hè. Dat al kon warm maken. Dus ik weet nog niet wat je gaat voorpakken. Olijfolie is bijgevuld. Dus je kunt dus starten. Yes, go! Met? Uitjes en de knoflook aanstoven. Dus ik ga de look nog even snijden dan voor u. Goed, hè? Zeg maar eerlijk. Oh, en dat zijn juist zo'n goeie drekke, dikke bollen look. Dat is mijn jongen. De look komt er direct aan. Die ga ik al even snijden. We hebben ons in het nieuw gezet. De nieuwe kastrol. Voilà. Nog niet gebruikt. Nog niet gebruikt, inderdaad. Dat blinkt nog. Dat moet allemaal blinken. Just, hè? Ik weet het niet. Ja. Dus gewoon, ik heb dan drie kleine uitjes. Ze hebben ongeveer een kilo vlees genomen. Dus iets meer dan 800 gram. En daar hebben we dan ongeveer een drietal kleine ajuntjes bij gedaan. Goed aanbakken. En dan maak je dat straks in die pot. En dan gaan we er nog van alles aan toevoegen. Hè. Ik heb het juist allemaal al opgenoemd, zodat er allemaal wat in moet. Het is een hele boterham. Maar ik denk lekker en het zal goed zijn van smaak. En waarom? Kruiden zijn heel belangrijk. Waarom heb je deze gerechtje gekozen? Maar bij onze fitmarathon zitten. En er zijn heel veel mensen dat uitdagingen hebben, ook met lactose en gluten. De dag van vandaag. En vooral ook die fitmarathon. Superbelangrijk ook. Het is ook weekend. We hebben een gezondere keuze gemaakt naar de stoofvlees en de frietjes. Ja. En we kunnen daar dan toch van genieten. Dus onze kindjes die eten dan de gewone frietjes. En wij eten dan de zoete aardappelfrietjes. Goed afgekruid met een beetje olijfolie. Even in de oven, ongeveer een twintigtal minuutjes, totdat ze gaar zijn. Moet er iets bij van kruiden? Melk daarbij al. Deze mag er ook nog in. Voilà. Ja, chef. Ik ga even loeken, hè. Maar dat er allemaal bij moet. Olijfolie, dat zit er ook in. Daarna mogen eerst de vleesblokjes daaraan toegevoegd worden. En zo gaan we dat een beetje. Met die naar jongen. Stap per stap. Nee, je doet dan een ui. Ja, normaal mag je dat erbij, maar je mag die vleesblokjes, als je dat in een kastrol doet,
moeten dat overkappen en dan zo laag per laag opbouwen. En dan op het einde goed samen aanbakken. Dus laat u maar gaan, hè. Ik ga ondertussen nog een lekker drankje maken. Onze skin. Dat is een beetje een me-time moment. Even een zorgmomentje voor ons. En dat moet ook een keer kunnen, hè. Dus ik ga al eens iets pakken. Ik zie dat hij allemaal niet naar beneden valt. Het staat hier vol. Juist, schat. Ja. Pottekes. Weer aan het rijstwater hebben of plat? Maakt het niet uit. Een beetje werken met onze cola heen. Ik zou de cola eraan al niet klaar. Alweer erbij. Wat denk je zelf? Geen idee. Een andere booster. Dus jij wilt Red Flames maken? Nee, ja, ik wil wat drinken. Maar jij wilt hem hebben, hè? Dat is met een immuunbooster, hè? Booster. Ik ga eerst aan mijn eigen denken. Het is een me-time moment, dus ik ga eerst die van mij maken. Dus gewoon een glaasje. Dat is geen verschil met andere mensen. Gewoon een glaasje. En dan doen we daar één schepje in. En gaan we er eens een lepelje bij pakken. Ik ga eens laten zien hoe dat geeft. Je ziet dat allemaal mooi zakken. Je ziet alles mooi zakken. We gaan er eens in roeren. En je gaat dat zien. Nu is dat nog wit. Er zitten allemaal van die kleine best. Er zitten precies zaadjes in, zou ik maar zeggen. En dan wordt dat mooi rozig. En dat is een beetje mijn momentje om je lekker leeg te drinken. Nice van color, hè? En dat helpt echt, hè, want ik heb een voor- en een naffoto ervan getrokken. En jawel. Goed spul. Goed spul, hè? Ik kan even eens zien waar dat is. Een beetje lekker. Immuunbooster. Natuurlijk een botox. Ik moet een nieuw beetje olie erbij. De vlammen hoger. Ik denk dat ik een nieuw doosje moet pakken. Ja. La. Voilà. Dus Pierre wil een extra lekkere cocktail. Dus wat gaan we erbij doen? Een zakje van onze immuun. En een schepje van onze skin booster. Die gaan we dat erin doen. Dat is onze Red Flames. Die dronken dat ook graag tijdens hun wedstrijden en zo. Gewoon van elke schepje. Dus het één zit erin. Het ander erbij. En dan gaan we dat ook een keer mengen, hè. En de kippelkleur krijgen we dat van de ooit, hè. Dat mag ook een heel mooie kleur. Je kunt er zelfs nog wat fruit aan toevoegen. Wat ijsblokjes, een strooitje. En je hebt een mooie, lekkere cocktail. Ik ga even stellen dat je dat kan. Dus dat is een heel ander kleurtje, hè, dat je dan krijgt. Maar ook super, super lekker. Kijk, wat een verschil. Dat springt eruit. Ze zijn allebei even lekker. Dus ze verdienen dezelfde hoogte. En dat is hoog. Maar je hebt een pas van een t-shirt en een ander niet. We hebben al een goede workout gedaan vandaag. We hebben ons een challenge gedaan vandaag. We zijn nu een alternatief aan het zoeken om toch lekker te genieten tijdens het weekend, tijdens onze fitmarathon. Waar dat super belangrijk is. Want heel veel mensen laten soms even de rem of de keuzes los. En wij willen dan toch wel een keer een beetje terug zeggen van kom aan, het is niet omdat het weekend is dat we alles moeten loslaten en dat we een glaasje alcohol gaan drinken. Dus voor ons is dit onze mocktail en de frietjes van zoete aardappel in ons stoofrijpotje. Dat gaat ons onze lekkere maaltijd doen vanavond. De volnageltjes, dat was niet zo heel veel, hè, met die kruidnagels. Moment, hè. Dan ga ik even... Twee theelepels zelfs. Ik had er maar vier vast. Nee. Gezegd is niet zoveel. Ik dacht dat het niet zoveel was. Twee theelepels. Bij dat vlees. Zelfs, ja. Alles daar. Die kruidnagels mogen daarbij. Die kruiden mogen over dat vlees doen. Het vlees, wat is er mee gedaan?
aanbakken. Ah, en ja. Wat zit erop? Ik weet niet wat ik riek wel al precies kaneel. Kan dat? Ik ruik toch iets. Dus wat moet daarop? Laurierblaadjes, die zitten daar ook helemaal in de hoek. We moeten er 3 van in. Proficiat. Mm-hmm. Goed, hè? Applausje. Ik ga al eens drinken, hè. Me time. Ik ga mijn... we zorgen nu onze binnenkant, maar we gaan het ook naar buiten brengen door alles vloeibaar binnen te nemen. Maar het zichtbaar krijgen sowieso langs buiten. Mm. Dat is ook goed voor je haar, voor je nagels. Je krijgt heel sterke nagels van ook. En zoveel meer, vermindering van rimpeltjes. Naar cellulitis. Er zijn ook een paar voorbeelden al dat in de groep staan. Maar dat je er, welk effect dat je daarvan krijgt op vrij korte termijn, maar ook op naar langere termijn. Dus super, super, super resultaten. Hey, zal ik hem hier zetten? Voilà. Ja, ik doe het dan. Ik mag drinken. Jawel, jawel. Moet dan eens het te kort gedaan voelen. Zie je wat ik heb gezegd, hè? Alles komt hier naar beneden. Ik heb alles een beetje terug aangevuld, hè? En dan staat hij helemaal vol. Heb jij er alles al op gedaan van kruiden dan? Oké, dat ga je hier zetten, ja. En hoeveel nootmuskaat hebben we erop gedaan? 2 theelepels. Op de feeling. 3 theelepels paprikapoeder. Op de feeling, dat mag nog wel meer dan. Ja, en 5 theelepels kaneel. Dat denk ik niet dat je dat gedaan hebt. Wow, rustig hè, mens. Doe maar het, hè. Mens. Dat kan dat wel, hè. Hoe ziet dat, hè? Ik kan wel. Ja, ja. Niet te gierig zijn, hè, zei hij al tegen mij. Een theelepeltje zout mag er ook op. Ik wil daar met wel spreken, hè. Ja. Super. En dan 1 eetlepel van die azijn. Eetlepel is een grote. Of een schutje. Nee, dan moeten we zo dat dingetje moeten hangen. Hier. No. Nee. Zie je dat wel? Zie, allemaal nieuw, hè. Ik zal niet open. Een scheutje of een theelepel, een eetlepel. Nou, zeker. Een echte, hè? Je ziet dat, hè? Ik zet een echte ook. Voelt eens. Dat is echt, hè? Ja, en dat is voilà. Zacht. Goeie voeding doet veel aan je huid, hè? Ik ben blij dat ik iets niet moet koken. En jullie zijn er allemaal getuigen van dat ik het ook eens een keer uit handen kan geven. Hoe zalig is dat? Probeer dat eens aan al de dames, Lotte, een man een keer het potje bereiden. Zalig. Moet ik het hier altijd doen, zeg? En dan moet ik nog wel een uurtje of 3 eigenlijk op een zacht vuurtje verder pruttelen. Dus we gaan vandaag wel iets later eten. No problem. Het is me time. Het is chill. Niks moet, alles mag. Dat is onze focus. Wees toch? Niks moet, alles mag. Als je eigen gaat zeggen, ik moet, dan leven we in een rushwereld en dat willen we niet. We willen gewoon rust en regelmaat. En werk uit handen geven. Maar dat doet dat goed. Maar uiteindelijk, wat? Ah, ik zeg, amai, die najeun is verbrand, maar dat zijn die kruidnagels, dat is een ding. Oh my god. Ja, dat denk ik soms ook, allee, soms. Pak maar richting alle dagen. Klagen, hè, klagen en zagen, dat is toch typisch een man, hè. Maar voor de rest, ça va, hè. Je kunt er alles mee doen. Je kunt er mee lezen en schrijven. Zoiets. Ik denk wel dat dat lekker was zijn. En voor de mensen die dat dan nog niet weten. Welk? Fitmarathon. Ja.
Wij zijn nu maandag gestart met een fitmarathon. Ik kan een beetje meer in beeld zetten. Dus wij zijn maandag gestart met de fitmarathon. En wat houdt dat zo'n beetje in? Een beetje kort samengevat. 10 dagen bewust zijn van wat je eet en wat je drinkt. En er even ook eens bij stilstaan. Bijvoorbeeld als je toch een keer ontspoort, noemen wij dat dan. Of je drinkt toch eens een glaasje alcohol, wat dat uiteindelijk allemaal doet met jouw lichaam. Dus alles een keer ervaren van, als ik toch goede keuzes maak, wat is het resultaat daarvan? Als ik een slechte keuze maak, heeft dat ook een resultaat. Dus ervaar dat zelf. Dus daar dient eigenlijk de fitmarathon voor. We zijn altijd groepjes met 9 mensen dat elkaar motiveren, dat je feedback krijgt in de groep. En daar draait het eigenlijk een beetje om. Dat je elkaar een beetje ondersteunt. En weet ook, je kan altijd bij je coach terecht in de groep voor nog extra vragen. En dat vind ik wel fijn. En ook mensen dat soms wat moeilijker hebben of zeggen van ik heb toch wel die uitdaging of die uitdaging. Die vragen worden ook allemaal opgelost in de groep. En dan na 10 dagen staan ze zelfs ook wel versteld een beetje van het resultaat. Ik zelf soms ook nog, omdat ik zoiets heb van ik wist niet dat ik dat nog in mij had na zoveel tijd. Maar je ziet het, maar een wil is een weg. En als je je doel vooruit stelt, dan ga je naar je doel toe werken. Juist, hè? En we hebben ook 2 detoxdagen. Dus op donderdag en op dinsdag hebben we dan de detoxdagen. Dus dat wordt ook allemaal heel goed uitgelegd wat dat een beetje inhoudt. Maar mogen ze eigenlijk verwachten? Hoe bedoelt je? Ja. In het algemeen? Naar coaching, motivatie. Alles. Ja. Wat kunnen we verwachten in de fitmarathon? Wat kunnen we verwachten? Dus sowieso die coaching. Sowieso de mindset. Workouts. Motivatie. Gewoon alles wat naar de positieve mindset werkt. Om je toch, hoe moet ik dat zeggen? Toch naar je doel. Dat je toch naar je einddoel kunt gaan. Maaltijdplanner. Ook al, maaltijdplanner, de detox-ideetjes, waar je allemaal kunt eten en drinken. How much water? 2,50, warm water. Ondertussen moet ik ook een beetje steunen en hem in de richting duwen. Maar informeer dus bij de coach, hè, die mensen dan ook niet gestart zijn en toch een keer een uitdaging willen. Ze zeggen ook, never ending summer, maar we zijn ook een beetje klaar voor het nieuwe jaar. Nieuwe schooljaar, dus iedereen heeft wel nieuwe doelen, denk ik. We gaan niet wachten tot nieuwjaar om al die nieuwe uitdagingen, al die nieuwe... ik ga stoppen met roken om maar een voorbeeld te geven. Maar vandaag starten is altijd beter dan morgen. Dus niks uitstellen en er gewoon voor gaan. Mooi gezegd, hè? Ja. Mijn schouder dat er komt, zeg. Met mijn stoofpotje. Zal eens zien hoe lang... het is ongeveer een 3-tal uurtjes, hè. Heb je mij gezegd dat dat moet opstaan? Ietsje. Ja. Zo. Natuurlijk, hoe groter je blokjes, hoe langer dat duurt. Als je zegt van, ik heb geen 3 uur tijd, snijst het al wat kleiner. En, dus, of een prespot. Of, ik vind dat zo'n beetje geforceerd eten. Ik vind vlees heeft tijd om te garen. Zodat dat wij onze tijd nemen om ons doel te bereiken. Is het een race misschien? Nee, en wel, dan heb je geen prespot nodig. Soms wel. No way. Voilà. Ik ga dan anders eens een foto gewoon laten zien waar dat je eigenlijk als resultaat, en misschien al eens een beeld van te zeggen, wauw, dat ziet er wel af. Dat ziet er wel lekker uit. Voilà. Ik kan dat zo doen. Zie je? Dat zijn de zoete aardappel met een stoofpotje. Dat is voor straks. Moet er nog iets in? Nee, alles deksel erop en gewoon laten sudderen. En straks een fotootje en... Het is geel. Deksel erop. We blijven dicht. Niks aan toevoegen. Geen zetmelen, geen verdikkingsmiddelen. Gewoon laten sudderen en dat komt wel vanzelf goed. Right? Dat schijnt, ja. Voilà, sup. Ik zou zeggen, als je nog meer uitleg wenst van de fitmarathon, contacteer iemand of plaats het gewoon in de groep of contacteer je coach. En misschien volgende keer zit jij in een van onze teams. Veel succes en maak het stoofpotje en laat het ons weten wat je ervan vindt. Salut! Bye!